Dames en heren, thuis, jongens en meisjes, voetballiefhebbers, welkom bij de loting van de tweede editie van het De Graafschap Pink Vision F-tournament. We zijn op stadion De Vijverberg, er zitten mensen in de zaal, er staan gasten bij me aan tafel. Onder andere Edo Boscha, CEO van Pink Vision, de naamgever. Dennis de Braak, hoofd jeugdopleidingen. En straks krijgen we ook nog Luc de Jong en Melle Meerding. Welkom heren, leuk dat jullie er zijn. De loting van de tweede editie. Edo, waarom pas de naamgeving van Pink Vision bij bijvoorbeeld De Graafschap en bij de Pink Vision Voetbalacademie en ook bij dit toernooi? Waarom past dat bij jullie strategie? Ja, nou, talentontwikkeling staat ook bovenaan in de ontwikkeling voor onze eigen bedrijf. En wij zien natuurlijk dat de talentontwikkeling voor De Graafschap belangrijk is, voor de hele regio. En dat begint bij de F'jes, dus daar moet je ook de aansluiting hebben en we willen een brede draagvlak binnen de hele regio creëren daarmee. Vorig jaar was het toernooi op de Beeslost, er was best veel media aandacht. Hoe heb jij dat toernooi beleefd? Ja, ik heb beide dagen het toernooi ook gezien en het is fantastisch om te ervaren dat de kinderen er heel veel plezier aan beleven. Ouders, begeleiders daaromheen, mensen die komen kijken. Het was natuurlijk ook fantastisch weer. En het klapstuk is dan de finale hier in het stadion zelf. Dus eigenlijk alle ambiance om kinderen enthousiast te maken over sport. En dat moet het ook voornamelijk zijn op die leeftijd. Ontzettend leuk. Dennis, een van de belangrijke dingen, dat noem jij ook steeds, plezier. Hè? Maar je wil ook een bepaalde winnaarsmentaliteit. Waarom is het zo belangrijk dat de club weer opnieuw de banden aanhaalt met de convenantpartners? Twee dingen eigenlijk. Binding met... De regio is sowieso goed om dat te hebben, omdat wij daaruit putten. Hè. Dus de talenten willen we graag hier vanuit de regio hebben. Zo dicht mogelijk bij huis in eerste instantie. We willen de kinderen hier in de regio ook de kans bieden om uiteindelijk betaald voetbal te kunnen spelen. Voor ons is het toernooi ook belangrijk, uiteraard in het kader van talentherkenning. Ja, dus, we hebben vorig jaar ook gezien tijdens het toernooi dat in de Achterhoek nog voldoende voetbaltalenten dus loopt. Alleen je moet het wel herkennen en je moet er dus initiatief in nemen. En dat betekent dus dat wij in eerste instantie initiatief richting amateurclubs moeten nemen. Met als doel dat de amateurclubs dan uiteindelijk initiatief ook richting ons nemen om uit de kennis die wij dan hebben te delen. Is het voor De Graafschap ook nog een moment om bijvoorbeeld nieuwe talenten te spotten tijdens het toernooi? Ja, dat is wel ons doel uiteraard. We zijn met een aantal scouts ook in de regio actief nu bezig. Dat was in het verleden wat minder, maar wij zien het belang daarvan in. Dus dat we in de regio uiteraard op de zaterdagen dus scouten. Het liefst zie ik ook dat ze op trainingsavonden gaan scouten. En dat is wat we richting de amateurclubs ook graag willen zien, is dat de beste speler speelt niet altijd in de F1. Die wil ook wel eens in de F10 dus spelen. Dus wij willen een groot beeld hebben van de spelers die in de regio actief zijn. En wij willen ook de amateurclubs ondersteunen in talentherkenning. Zodat ze uiteindelijk ook voor hunzelf, voor het eerste elftal, de juiste spelers op het juiste niveau laten voetballen. Dit jaar dus op 5 en 6 april, de tweede editie. Wat verwacht je daarvan, Edo? Een nog groter succes als de eerste. Er hebben zich meer en meer clubs aangemeld. Dat is natuurlijk al een bevestiging van de kwaliteit van het toernooi. Het was ook buitengewoon goed georganiseerd. Ik heb geen mensen gehoord die niet positief erover waren. Dus wat dat betreft wordt het weer een feestje. Daar ben ik van overtuigd. Dankjewel. Dennis, laatste vraag. Hoe leuk is het voor die jongens om dan de finale ook op 18 april in het stadion te spelen? Nou, het uiteindelijke doel is hier het stadion, als je betaald voetballer wil worden. En elk jongetje heeft een droom. En ik denk dat je op die leeftijd hier in het grote stadion mag spelen, dat de eerste droom is die uit zal kunnen komen. En dat is iets wat wij graag willen zien eigenlijk voor je talent in de regio. We gaan nu dus over naar de officiële loting van de tweede editie van het De Graafschap Pink Vision F-tournament. Aan tafel de gasten Melle Meerding, een finalist van vorig jaar, en onze oud-jeugdspeler Luc de Jong. En we kunnen eigenlijk wel zeggen ambassadeur van onze voetbalacademie en ambassadeur van Achterhoek United. Heren, welkom. Ik begin even met de jongste, Luc. Vind je het goed? Melle, welkom. Hoi. Wat ben jij gegroeid? Ja. Oh, ik zie het. Je staat een stukje op een stoel. Hartstikke goed. Hey Melle, jij hebt vorig jaar hier de finale gespeeld met welke club? Winterswijk. Winterswijk F1. En gewonnen? Ja. En hoe vond je dat? Leuk. Hartstikke leuk. En je bent gescout? Ja. En waar speel je nu? Graafschap. Welk team? E2. Helemaal duidelijk.
kort maar krachtige antwoorden van Melle Meerding. Luc, welkom. Leuk dat je er bent. Ik kruip er heel even achter zo. Luc, heel even kort terug naar de wedstrijd van afgelopen weekend. Je ziet je continu PSV in de aanval. En wat gebeurt er? Ja, Ajax wint. Dat zou eigenlijk niet mogen gebeuren, maar dat is voetbal. Dat heb je soms ook, dat niet altijd de beste wint. En ja, er is nog steeds iets aan de hand. We staan nog steeds 11 punten voor. Dus we willen graag kampioen worden. En ik denk ook als we zo doorgaan weer, dat zeker ook gaat gebeuren. Jij hebt bewust je hele opleiding in de jeugd van de Graafschap gespeeld. Je hebt een paar keer de kans gehad om weg te gaan. Waarom vond jij het belangrijk om de voetbalacademie van de Graafschap af te maken? Ik heb altijd heel goed gevoel gehad bij de Graafschap. Ik woonde vlakbij en het mooiste is natuurlijk om gewoon te debuteren bij je team waar je echt fan van bent van vroegs af aan al. Ik zat als klein jongen altijd in het stadion bij de wedstrijden en dat je dan hier mag debuteren in het stadion en uiteindelijk dan ook een transfer kan maken naar FC Twente toe. Dat is natuurlijk heel mooi. Hoe belangrijk is het, een club die nou zeg maar een toernooi organiseert waar F-spelers hun kunsten kunnen laten zien? Heel belangrijk. Als je als kleine jochie weet dat er misschien scouts aanwezig kunnen zijn of iets. Dat je dan bij een profclub kan gaan voetballen. Dat geeft denk ik nog meer energie. En uiteindelijk gaat het om het plezier dat je nog meer in beweging komt. Nog meer aan het sporten bent. En dat is denk ik ook heel mooi. Ik zie op tafel voetbalschoenen liggen. Een paar voetbalschoenen van Melle heeft hij meegenomen. Maar ook 2 paar voetbalschoenen van jou, Luc. Die mogen weg? Ja, die mogen weg. Helemaal goed. Die gaan wij namelijk weggeven. Want aan het einde van deze loting maken we bekend hoe eventueel uw club aan deze schoenen kan komen. Gesigneerd door Luc de Jong. Dus ja, ik zou dat niet nalaten. We gaan beginnen met de loting. Melle, jij gaat de kaartjes trekken en Luc gaat de clubs voorlezen. En dan gaan de mensen van de techniek het allemaal netjes invoeren. Dus lekker husselen, Melle. Moet ik er 2 pakken? Nee, pak er eerst maar 1. Dan geef je die aan Luc. Ja. Dat. Laat maar even zien. Moet ik praten? Anders lees ik het wel voor. VV Gendringen. Ja. VV Gendringen is dus ingedeeld in pool A, zeg maar. Hierin doen? Ja, gooi er maar in. En dan mag je er weer een trekken, Melle. En we gaan nu 5 clubs trekken in de eerste pool. Heb ik het goed begrepen zo? Ja, 5 clubs in de eerste pool. Dus. SV Kilder. Kilder zit dus bij Gendringen in de pool. Mag je weer 1 trekken, Melle? Als hij hem erin gooit, mag jij hem eruit halen. Dankjewel. FC Trias. FC Trias zit ook in pool A. Bastion, SV Bastion in pool A. En volgens mij moeten we nog eentje dan voor A, hè? Want dan zit de eerste pool, bestaat uit 5 clubs. VVG 25 uit Gaanderen, ook in pool A. Nou, dan gaan we door. Dan gaan we nu 3 pools trekken van 4 ploegen. Ja, gaan we door, Melle. Ging het goed, Melle? Ja. Oké, okay, heb je enig idee wie de tweede editie kampioen wordt? Grol. Denk je Grol? Omdat jij nu weg bent bij Winterswijk, zijn ze wat minder? Weet ik niet. Weet je niet. Oké. Okay. Hey, heel goed gedaan. Luc, we hebben hier de schoenen staan van jou. Dat zijn dus de schoenen waar jij mee getraind hebt of wedstrijden mee hebt gespeeld? Ja, allebei. Dus ik train graag ook altijd met de schoenen waarmee ik een wedstrijd speel. Dus ik heb er ook mee getraind en een wedstrijd gespeeld. Ja. Oké. Okay. Nou, dadelijk helemaal op het einde ga ik u vertellen hoe uw vereniging aan deze schoenen kan komen. Heren, bedankt voor de loting. We gaan nog eens heel even kijken wat het resultaat is. Om te beginnen op de zondag 5 april, daar ziet u deze loting. Uitermate interessant, leuke ploegen bij elkaar in de pool. En de clubs worden vanzelf geïnformeerd wanneer en hoe laat ze moeten spelen. Kijkt u rustig naar uw eigen club. En dan kijken we naar de loting voor maandag 6 april. En ook hier onder andere de winnaar van vorig jaar, FC Winterswijk, in de pool. En eens kijken wie dan op 18 april de finale mag spelen. De absolute finale, dus de winnaar van de zondag tegen de winnaar van de maandag, speelde om 18 april hier op Stadion de Vijverberg de finale. En dat doen ze vlak voor de thuiswedstrijd, de Graafschap FC Den Bosch.
De schoenen van Luc de Jong. Laten we daarmee afsluiten. Want ja, ik zou ze graag willen hebben. Al was het maar voor mijn eigen kinderen, maar ik mag niet meedoen. Zorg dat het Twitterbericht over deze loting of het YouTube-filmpje, dat dat gewoon verspreid wordt. Dus retweet het berichtje op Twitter of zet de link van dit filmpje, van deze loting, bij u op de site. En de organisatie gaat dan kijken wie deze prachtige schoenen van Luc de Jong wint. Jij mag je schoenen weer meenemen, Melle, hè, want ze zijn hartstikke nieuw. Dan moet je weer op trainen morgen en dan moet je van het weekend op voetballen. Heren, bedankt. Ja? Ik bedank de mensen in de zaal, ik bedank u thuis voor het kijken en natuurlijk graag tot ziens op 5 en 6 april op de velden van VV Doetinchem voor het De Graafschap Pink Vision F-tournament.